Op basisschool De Wegwijzer in Middenmeer starten ze in groep 7 en 8 met het thema milieu. Op de eerste dag hielden ze de afvalchallenge om zoveel mogelijk vuil op te halen. Nou, bij dit thema gaan ze leren over fossiele brandstoffen, over hoe we daaraan komen, wat zijn dat fossiele brandstoffen. Ze leren over de koolstofcyclus, hoe dat in zijn werk gaat. Maar ze leren ook over afval, over hoe lang afval blijft liggen en wat levert dat dan op voor de natuur of juist wat werkt dat tegen op de natuur. En vandaag zijn ze dus aan het prikken, vuil aan het prikken. Ja. Hierna gooien jullie dat, neem ik aan, ergens weg. Ja, wij hebben gewoon een vuilcontainer bij school, dus daar gaat het straks in. Maar voordat we dat doen, dan gaan we eerst kijken van wat hebben we eigenlijk allemaal, wat voor soort afval is er. En hoe lang duurt het voordat zoiets dan weg is uit de natuur of dat het vooral blijft liggen. Dus we gaan eerst kijken van wat is het eigenlijk. En daar een beetje onderzoek naar doen. En dan gaat het in de vuilcontainer. Jullie hebben vuil geprikt vandaag. Ja. Wat hebben jullie allemaal opgehaald? Ik heb wijnflessen gevonden. Ja, heel veel bierflesjes en zo. En we hebben heel veel snoeppapiertjes gevonden. Wij hebben een brandweerpaal. Heel veel blikjes, plastic, eigenlijk van alles. Ja, en is het belangrijk om de spullen op te ruimen op straat? Ja. Ja, waarom? Want als je het de hele tijd niet doet, dan komt de sloot helemaal vol te liggen. En dat is gewoon zonde van het milieu. Ja. En ook voor de eendjes. Ja, en dit is niet de enige keer dat jullie dit doen? Jullie doen dit een paar keer, hè? Nee, wij doen het ook in de week 3 keer. En dan doen we het gewoon over het schoolplein en langs het schoolplein. Ja. En wat hoop je dat de kinderen hiervan opsteken? Nou, ik hoop natuurlijk dat deze generatie straks wat minder zooi achterlaat. Want de zooi die wij nu allemaal opruimen, ja, die hebben mensen achtergelaten. En we hopen dat de generatie van nu dan straks gewoon minder troep op straat laat slingeren of in de natuur.